De vernieuwing van het onderwijs geschiedt niet alleen in Paramaribo. Dat zei minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren bij de ingebruikname van 5 praktijklokalen te Lelydorp. De bewindsvrouw geeft aan dat de ontwikkeling in alle districten noodzakelijk is. Met de onderwijsvernieuwing wil de regering een gunstig klimaat creëren waarbij de inzetbaarheid van afgestudeerden wordt verbeterd. We gaan naar de districten en we ontwikkelen de districten. Omdat elk district haar eigen ontwikkeling gaat moeten dragen. En als je hier rijdt aan de pad van Wanica en je kijkt naar al die bedrijvigheid en je rijdt door voorbij Sanderij en je weet dat die bedrijvigheid er is, dan heb je ervoor te zorgen als onderwijs dat er mensen worden afgeleverd die die bedrijven kunnen bedienen, maar die ook hun eigen bedrijf kunnen opzetten. Wanneer we het onderwijs veranderen, dan verschuiven we een aantal vakken die belangrijk zijn, maar we maken plaats voor vakken als entrepreneurship. Van hoe moet ik mijn eigen bedrijf opzetten? Met wie moet ik samenwerken? Toen ik hier vanmorgen vroeg aankwam, ben ik met die studenten gaan praten. En de een zegt ik doe elektro, die andere zegt ik doe bouwkunde, die andere... Ik zeg jullie hebben al een bedrijf opgezet met z'n vieren. De bewindsvrouwe is zeer ingenomen met de leiding van de verschillende scholen die de vernieuwingen toejuichen. Ze zijn enthousiast, ze geloven erin en langzaam maar zeker gaat die onderwijsvernieuwing begrepen worden. Dus soms kan je het niet goed uitleggen, pas wanneer je die concrete resultaten neerzet, dan zegt men, dat is wel een goed idee. Dus vandaag feliciteer ik heel Suriname en Wanica in het bijzonder met het feit dat we daar, je moet naar die groep kijken, je moet niet naar ons kijken, je moet naar die groep daar kijken. Daar zitten de jongens en meisjes, de dames en heren, die hun bedrijfjes gaan oprichten, die dit district en alle andere districten waar ze nodig zijn gaan, versterken en verbeteren. En gas en oil is belangrijk, maar dan moet je één ding zeggen, we hebben bauxiet gehad, het is weg. Gas en oil hebben we, over een paar jaren is het weg. Dus we moeten zorgen dat we op meer dan alleen bauxiet, goud, gas en oil zitten. Er is veel meer in Suriname mogelijk. En ik laat het aan die jonge mannen en jonge vrouwen over om ons te bewijzen dat het waar is wat ik zeg. Het ministerie zal binnenkort de praktijklokalen op praktijkcentrum Dambrandersgracht in gebruik nemen. In het verlengde van dit project zullen de leerkrachten van het beroepsonderwijs getraind worden in het gebruiken van de nieuwe machines en handgereedschappen.